Welkom bij Power Mama's. Vier bekende Nederlanders worden vanavond door hun eigen vrouw en kinderen enorm in de maling genomen. Wat gebeurt er met zanger Frans Duits als hij onder het oog van de politie de controle over zijn gigantische caravan verliest? Nee, doet het niet. Waar is het mee? Hij begint zelf te verbaan te rijden. Dan haalt hem ook niet meer van mijn wiel af. Hoe redt Sander de Bisonnier zich als hij een huwelijk moet inzegenen waarbij alles in het honderd loopt? Waardoor raakt misdaadjournalist Kees van der Spek totaal van slag tijdens een radio-interview? Dit is mijn schuld. En hoe reageert heel Holland Bakster Robert van Beckhoven als hij een Chinese miljoenendeal van die kant in duigen ziet vallen? En dat allemaal met maar één doel: aandacht vragen voor de fantastische powermama's in Zuid-Afrika. Hier zijn Kim Lian van der Meij en Leona Filippo. Goedenavond allemaal, van harte welkom bij Power Mama's. Vier bekende Nederlandse Power Mama's gaan vanavond hun echtgenoot in de maling nemen. En dat allemaal voor de mama's in Zuid-Afrika. Want deze mama's zetten zich met hart en ziel in voor tienduizenden kinderen die helemaal niets hebben. En dat gaan we u vanavond laten zien. En nu denkt u misschien, wat is zo'n mama? Dat is een gewone, lokale Zuid-Afrikaanse vrouw die het niet langer kan aanzien hoe de kinderen in haar omgeving kapot gaan aan al die armoede. Zuid-Afrika, het land waar ruim 5 miljoen kinderen moeten overleven op niets. Ze hebben ernstig tekort aan voedsel, gaan niet naar school en staan er vaak helemaal alleen voor. In de steek gelaten, verwaarloosd of achtergebleven als wees. Maar te midden van die armoede gebeurt er nu iets heel bijzonders. Gewone, lokale vrouwen, de mama's, staan samen op om de allerarmste kinderen te helpen. Samen organiseren ze dagelijkse zorg, verspreid over heel Zuid-Afrika. Eten, opvang, medische zorg, onderwijs en vooral heel veel liefde. Jarenlang, totdat de kinderen volledig op eigen benen kunnen staan. De mama's vormen een groeiende beweging van hoop. Ruim 1400 mama's geven alles wat ze hebben voor kinderen die niets hebben. Hoe gaat het? Het is over een ziek vandaag. Samen helpen ze nu al 40.000 kinderen. Maar de mama's willen meer en kunnen zoveel meer. Ontelbaar veel kinderen hebben nu direct hulp nodig. En dat kan vanavond. Voor maar 5 euro per maand kun jij ervoor zorgen dat de mama's 1 kind meer onder hun hoede kunnen nemen. Red vandaag een kind uit de armoede. Alsjeblieft. Word donateur van Kinderfonds Mama's en bel nu gratis 0800 1331. Kijk, en daar gaat het om. De mama's die fantastisch werk doen. Ik ben namelijk enorm trots dat ik ambassadeur ben van Kinderfonds Mama's. Een klein, puur Nederlandse organisatie van 8 medewerkers die het fantastische werk van de mama's steunen. Zelf ben ik er ook geweest en ik ben enorm onder de indruk van hun enorme passie, hun doorzettingsvermogen, hun mama power, zoals ze dat zelf noemen, en enorm trots op zijn. U ziet hier allemaal mensen om mij heen en wij zitten vanavond klaar voor uw telefoontje. Bel gratis het nummer 0800 1331 en word donateur. Doen, hè? Leona, dankjewel. Naast mij op de bank de eerste familie van vanavond. Het gezin van misdaadjournalist Kees van der Spek. Welkom Annabel, Sil, Joël, Jesse en Joep. Jeetje, Annabel. Ja. Wat een groot gezin. Ja, ja, heel groot gezin. Heel groot mannengezin. Nou, inderdaad. Hoe hou je dat vol? Nou, ze zijn best lief voor me. Ja, oh, ja, gelukkig. Ja. Hey jongens, Kees werkt, jullie vader werkt natuurlijk heel vaak met verborgen camera's. Dus hoe moeilijk is het dan om hem in de maling te nemen? Niet. Nee? Nee, hij heeft niks door. Ik denk dan, hij heeft dat meteen door. Nee, hij heeft dat allemaal niet. Hij denkt allemaal dat het echt is meteen. Dus dat... Hij heeft dat soort dingen. Hij let niet op dat soort dingen. Nou, hij is heel goed van vertrouwen, denk ik ook wel dan. Hè? Ja. Wel, ja. Zou je niet verwachten met zijn beroep, maar daar is hij wel. Ja. Nee, gezien wel. Ja. Zullen we jullie vader er meteen bij gaan halen? Ja, toch? Ja. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Kees van der Spek. Nou, wat leuk dat je er bent. Oh,
Kees. Ben je een beetje bijgekomen? Want jij ging er met boter en suiker in, hè? Het heeft zo lang geduurd voordat alles indaalde. Dat iedereen erachter zat. Ik had het gewoon, het was verschrikkelijk. Ja. Het was verschrikkelijk. Ja, we gaan het allemaal zien. Ja, oh man. Maar ik sta er gewoon zo versteld, want ik vroeg het net al aan jouw jongens. Van jij bent zo gepind op verborgen camera's en dat soort dingen dat je niet stoort. Ja, bij anderen, maar niet bij mezelf. Dat verwacht je gewoon niet. En ik ben gewoon ook best wel een beetje naïef in die dingen misschien, ja. En ik was op een plek waar je het helemaal niet verwacht. Nee, heel serieus. Heel serieus. Een concert. Ja. Gaan we het zo meer over hebben. Maar ik wil jou eerst even kennis laten maken met de Zuid-Afrikaanse mama's. We hebben natuurlijk over jou verteld en we lieten ze ook even jouw foto zien. En dit is wat ze over jou zeggen. Je looks like a rockstar. Undercover mafia boss. With no firearm license. Hi, Kees. Greetings from us, Power Mamas in South Africa. Bye. Wat leuk. Ja, leuk, hè? Heel leuk. Ja, ze vond je echt leuk. Undercover mafia boss. Nou, die kan je in je zak steken. Vertel eventjes over jouw Bach-obsessie, want heel veel mensen weten dat misschien niet. Ja, ik was 23, ik was student in Breda en een buurjongen draaide iets van Bach. Ik had er eigenlijk helemaal nog niet zoveel van gehoord. En het was gewoon alsof de bliksem een beetje insloeg. Ja, ik kan er uren over vertellen. Doe dat niet. Doe ik niet. Maar het is zoveel dat je eigenlijk bijna iedere dag wat nieuws kunt luisteren. En dat doe ik. Ik luister bijna iedere dag Bach, toch? En ik zet het ook op om de kleintjes wat rustiger te krijgen. Werkt. Werkt, ja? Oh, een goede tip. Het was voor Annabel en de jongens eigenlijk een hele goede manier om jou in de maling te nemen. Vanwege je Bach-obsessie. Want op de dag van een groot concert waar Kees al kaartjes voor had, hebben we hem naar een radio-interview gelokt. En laat de bekende Bach-dirigent Pieter-Jan Leuzink daar nou ook voor uitgenodigd zijn. En zich wel heel vreemd gedragen. Het is een prachtige zondagmiddag in december als Kees van der Spek met zijn goede vriend André van der Toorn zich opmaakt voor een concert van zijn lievelingscomponist Bach. Dirigent van dit prachtconcert is de befaamde Pieter-Jan Leuzink. Vanwege zijn werk met Bach beroemd tot ver over de grens en een ware held voor hardcore Bach-fan Kees. De grote kerk in Alkmaar is al helemaal in gereedheid gebracht met verborgen camera's en een ondergrondse regieruimte. Aan dirigent Pieter-Jan Leuzink en NPO 4 radiopresentatrice Jet Berkhout vandaag de taak om dit een dag te maken die Kees nooit meer zal vergeten. Maar voor het zover is, kunnen Kees en André eerst genieten van het concert vanaf de eerste rij notabene. Niet geheel toevallig, want we moeten hem in de gaten houden. En het duurt niet lang of Kees gaat helemaal op in de muziek van zijn lievelingscomponist. En dan is het pauze. En wordt het tijd voor Jet om in actie te komen en Kees uit te nodigen voor een radio-interview na afloop van het concert. Nu maar hopen dat hij daar ja op zegt. Kees, kom stekken. Nou, ik wil vragen of jullie misschien na afloop even zouden aanschrijven in de studio. Want je had Pieter-Jan Leuzink gisteren afgemaakt. Ja, dat is toch. Ja, ik wil even iets vertellen of jullie hier te veel wachten. Ja, maar heb je een uur? Een uur? Laten we het gewoon op 5 minuten houden, Kees. En die minuten zullen heel langzaam voorbij tikken. Koud, hè? Ja, die kerken zijn koud altijd. Oh. Terwijl Kees en André zijn aangekomen in de door ons gecreëerde radiostudio, installeert de familie van de Spek zich in de kelder van de kerk. Ja, mooi, hè? Ik hou er ze van. Kees loopt helemaal leeg over het concert en showt ook meteen maar even zijn Bach-tattoo. Ach, waarom ook niet? Dat is het toch? Nee, echt. Ja. Oh. Oké, Kees, telefoon weg, want daar is hij dan. De grote Bachmeester. Hoi. Kees, om heel even met jou te beginnen. Jij komt net uit het concert. Hoe was het? Ja, fantastisch. We trappen het interview meteen af met een lekkere korte, kort door de bocht samenvatting van het rijke repertoire van Bach door goeroe en dirigent Leuzink. Ja, ik denk dat dat een beetje, toch wel een beetje de deuntjesgevoel is. Wat blijft hangen? Die kop van Bach. Fantastisch. Bach kan goed deuntjes maken. Dat het gewoon echt meezingers zijn. Ja. Deuntjes?
meezingers? Daar is Kees het natuurlijk niet mee eens. Ja, maar Bach is hem toch ook wel extreem in de polyfonie. Die zo doordringend is door juist die ingewikkelde vlechtwerkje van melodieën. Die aan zich misschien wel mooi zijn, maar bij elkaar helemaal iets totaals vormen. Ik vind dat... Maar fuga, dat is wel vlechtwerkje, maar dat zijn gewoon akkoorden. Ja, Kees, gewoon akkoorden. Het is veel meer dan melodietjes, vind ik. Bach. Ja. Het zijn toch, die polyfonie, daar is hij toch de beste in? Nou, er zijn wel beter, hoor. Ja, we gaan buiten nog eens even door. Hè. Dan een test van Kees' muziekkennis. De dirigent heeft een speciaal stuk van Bach aangevraagd, maar wij starten natuurlijk een heel ander nummer in. Hey, dit is niet de eerste cello suite, hoor. Dit is R. Dit is van het orkestsuite. Heeft hij het gehoord, denk ik? Nee, zet maar gauw uit. Dit is... Uit. Oeh, net op tijd. Maar wel goed, Kees. En net als je denkt dat het niet gekker kan, doen wij er nog een schepje bovenop. Vorig jaar heeft het orkest een bijzondere viool aangeschaft. Deze is onlangs gerestaureerd. En Pieter-Jan, dit is het moment dat jij dit bijzondere instrument in ontvangst mag nemen. Het is een heel kostbaar instrument, begrijp ik. Ja, als je ze op een veiling moet, dan doen ze wel 150.000 tot 200.000 euro. Kees, als jij zo'n viool ziet, gaan je handen dan jeuken? Ik kan het niet. Maar je hebt nooit gedacht, laat ik eens op vioolles gaan. Maar even tussendoor. Nee. We hadden afgesproken dat dit een belangrijk persmoment was. Toch? We zijn met het persmoment bezig. Ja, maar dat is met de redactie afgesproken dat we aan die viool wat meer aandacht zouden besteden. Daarom ben ik hier ook gekomen natuurlijk. Normaal doe ik dit helemaal niet na afloop van een concert. Dan wil ik altijd direct weg. Dus dat vind ik eigenlijk een beetje vervelend. Dat je dan een beetje onbenullige vragen aan Kees begint te stellen. Ik denk dat het een misverstand is. Dit is één groot persmoment. Dit is allemaal op de radio te horen. En het hoort allemaal bij de overhandiging van de viool. Ja. Oké, maar zo, dan denk ik gewoon dat ik er maar mee stop nu, hoor. Wat gebeurt hier toch allemaal, Kees? Het is echt totaal een misverstand. We zijn gewoon niet klaar. Ik vind gewoon dat je dan, als je voor het belangrijkste moment... We zitten heel lang te teuten. En dan komt het belangrijkste moment. En dan doe je één vraagje en zo. En dan word ik net enthousiast en dan ga je gewoon naar de andere kant. Maar we zijn ook helemaal niet klaar. Want ik wilde nog heel... Wat wil je meer dan nog? Nou, ik wilde nog doorgaan op de viool. En als je... Dat is de keuze. Ik ga erop zitten. Hij ging er gewoon op zitten op een viool van 35 euro. Oh, dit is mijn schuld. Nou, hij deed het zelf. Ik heb hem kwaad gemaakt. Ja. Ja, Kees, wat is dit toch allemaal? Tijd om de grootste Bach-kenner van Nederland uit zijn lijden te verlossen. Ja, zie je wel. Fuck you. Fuck. Wat is dit? En ik had zo een beetje te doen. Oh, is jij het? Nee. Doe even normaal, zeg. Ik dacht dat ik helemaal gek ben. Oh, ik denk, jij haat mij. Jij haat mij. Lieverd, dit was zo ontzettend spannend. Ze hebben ons gevraagd om een grap met je uit te halen. Voor alle mama's in Zuid-Afrika. Voor kinderfondsmama's. En ja, dat wilden wij heel graag doen. Pieter-Jan zit in het complot. Iedereen zit in het complot. Ja, ja, maar je hebt het hartstikke goed gedaan. Ja. Ja, je hebt het echt heel goed gedaan. Wat een vreselijk interview. Het ging wat ongemakkelijk. Maar het erg is dat ze er allemaal aan meedoen. Annabelle ons daarom zegt, zou je niet even een leuk truitje aan doen? Een leuk truitje aan doen? Voor dat concert? Van tevoren, ja.
En dan op een gegeven moment komen ze binnen en ik zeg dan nog tegen Joep, die binnenkomt, nou Joep, wat hier gebeurt, alsof het normaal is dat hij binnenkomt in een ploeg. Jongens, wat was voor jullie het leukste moment? Want ik zag jullie reactie op de tattoo van jullie vader. Ik dacht, oh nee, daar gaat hij weer. Was dat het leukste moment? Ja, dat is wel grappig, op zich. Schaamde me wel kapot. Ja. Dat ik ga hem zeker niet laten zien. Nee, dat hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Ik vond het een hele geslaagde prank. En Annabel, waarom vind jij dat mensen donateur moeten worden van Kinderfonds Mama's? Omdat Kinderfonds Mama's gewoon een prachtig doel is die echt weet wat de kinderen nodig hebben in Zuid-Afrika. En zich ontzettend inzet met alle mama's daar. Lieve familie van de Spek, ontzettend bedankt voor het meedoen. Te gek. Twee weken geleden mocht ik de mama's in Zuid-Afrika bezoeken. Dat was een heel bijzondere reis. Ik hoop dat u vanavond een beetje kunt meevoelen wat ik daar ervaren heb. Speciaal voor Kinderfonds Mama's reis ik af naar Zuid-Afrika. Om met eigen ogen te zien wat de Power Mama's doen voor de allerarmste kinderen. Hier in de sloppenwijken moeten miljoenen kinderen overleven op niets. En deze dag begint al heel vroeg, want vandaag mag ik samen met de Power Mama's zoveel mogelijk kinderen helpen met dagelijkse zorg. En de mama's, die zijn blij dat ik er ben. Now you are in the circle of Mama Power and we decided to invite you to be a mama for one day. We give you this t-shirt, yes. You must please put it on. Maar er is geen minuut te verliezen, want we hebben een heel vol programma. We beginnen bij de dagelijkse zorg voor de allerkleinste en meest kwetsbare kindjes. Sommigen zijn pas een paar dagen oud. Mama Geneva neemt me mee. Hallo. Ook voor de mama's is dit een bijzondere plek, het adoptiehuis. You see, Kim, we as the mama's, we take care of all children, even if they're just one day old. This is all the babies which are up for adoption, because they can't, they're not able to take care of the children. It must be so hard as a mother to give up your child. Yeah, we believe that that is the biggest love that a mother could give, biggest gift of love. Deze kindjes zouden anders kansloos zijn. Ze blijven een paar maanden bij de mama's die onmiddellijk op zoek gaan naar goede adoptieouders. Moet je je voorstellen, dan ben je één of misschien een paar dagen oud. En dan word je door je ouders ten vondeling gelegd. Of je ouders zijn er niet meer. En dan kom je terecht in de warme, liefdevolle armen van een powermama. Het is toch heel fijn dat ze er zijn. Maar de mama's zien natuurlijk het liefst dat de kinderen thuis blijven wonen. Dat ze daar geholpen worden in hun eigen omgeving. Van jongs af aan. Totdat ze op eigen benen kunnen staan. Daarom geven ze elke dag duizenden kinderen te eten en zorgen ervoor dat ze naar school gaan. En dat is keihard werken. By two is six. Yes, four. You should write four. Ze delen voedselpakketten uit aan de allerarmsten en de allerziekste in deze township. Peuters en kleuters worden opgevangen in de crash. Ze wassen de kinderen, ze helpen de kinderen met huiswerk. Daar wordt eten uitgedeeld aan meer dan 2000 kinderen per dag. En zo kan ik wel door blijven gaan. Oh, even lekker je popcornje schoonmaken, hè? Even lekker. Billetjes. Ik ben helemaal gesloopt na één dag power mama zijn. Maar die mama's die gaan maar door, die zijn unstoppable. Smakelijk eten, hap, hap, hap. Ik geloof heel erg in deze manier van kinderen helpen. En dat komt omdat wij de mama's hier in Zuid-Afrika niet gaan vertellen hoe zij het moeten oplossen. Ja, we kunnen ze geld geven, maar zij bepalen zelf wat de kinderen nodig hebben. En dat is de kracht van de power mama's. Het enige wat wij hoeven te doen is te zorgen dat er geld komt. Meer geld voor deze power mama's, zodat zij al hun liefde, wat ze ontzettend graag willen geven, en al hun kracht, dat ze daar zoveel mogelijk kinderen mee kunnen bereiken. Het enige wat wij hoeven te doen is een beetje helpen. Ja, een klein beetje helpen maar. Wauw. Naast mij zit Frits Strietman, directeur van Kinderfonds Mama's. Allereerst eventjes, het begon allemaal met Nelson Mandela, een man die jij persoonlijk een paar keer heb ontmoet. Wat wilde hij? Eigenlijk maakte hij zich grote zorgen over de snelheid waarmee Zuid-Afrika een beter land werd voor kinderen. En hij zei, als we zo doorgaan, dan gaan er generaties kinderen dat niet overleven. Mm-hmm. En toen heeft hij een aantal Nederlanders benaderd om te zeggen,
willen jullie misschien een kinderfonds oprichten om extra steun te geven aan de lokale vrouwen die hulp geven. Is dat de reden waarom het nu Kinderfonds Mama's heet? Het is eigenlijk zo dat in Zuid-Afrika, maar ik denk in heel veel delen van de wereld, vrouwen degene zijn die opstaan voor kinderen, die het niet langer pikken en die in actie komen. En die vrouwen worden in die hun eigen wijken, hun eigen omgeving, heel respectvol mama's genoemd. En dat zijn de vrouwen waarvan wij absoluut niet moeten zeggen hoe ze dat moeten doen. Dat weten ze 100 keer beter dan wij. Maar daarom hebben wij onszelf wel Kinderfonds Mama's genoemd. En het enige wat wij daaraan toe te voegen hebben is goed opletten dat het geld goed besteed wordt. Maar hoe, dat moeten zij vooral bepalen. Ja. En ik heb van dichtbij meegemaakt dat dat geld goed besteed wordt. Ik heb dat gezien, ik heb de Power Mama's ontmoet. Maar ik heb ook de vreselijke armoede gezien daar, wat ik heel heftig vond. Ik denk wel eens, als er in Nederland 1 straatje zou zijn waar dat soort huizen stonden, waar kinderen het zo slecht hebben, waar ze honger hebben, waar geen water, geen elektriciteit, allemaal niet is. Als er 1 zo'n straatje zou zijn, dan zou het dak eraf gaan. Dan zouden er kamervragen gesteld worden. En in Zuid-Afrika is 2/3 van het land zo. Ja. En hoe komt het nou dat we daar niks over horen? Omdat we geen idee hebben. Voor ons is het heel ver weg. Maar wat we vanavond proberen is dat 1 stapje dichterbij brengen. Ja, Frits, dank je wel. Laten we hopen op een heel mooi resultaat vanavond. We gaan terug naar het belteam. Leona, hoe gaat het daar? Ja, Kim, het gaat hier super. We hebben heel veel mooie reacties. Er wordt enorm gebeld. We zitten hier namelijk met vrijwilligers, allemaal donateurs van Kinderfonds Mama. Zoals bijvoorbeeld Tera, al 12 jaar donateur van Kinderfonds Mama's, toch? Klopt helemaal, ja. En waarom, Tera, ben jij precies donateur geworden? Eigenlijk gewoon omdat het werkt. Omdat het echt werkt. En het maakt voor kinderen in Zuid-Afrika het verschil tussen kansarm zijn of een toekomst hebben. En dat steun ik vol overtuiging. Heel goed. Super dank, Tera, dat jij hier vanavond zit om iedereen te woord te staan. We hopen dat u blijft bellen en donateur wordt 0800-1331. Want het bijzondere is inderdaad, voor maar €5 kunnen de mama's al 1 kind onder hun hoede nemen. Heb je moeite met bellen? Dan ga je gewoon naar onze website www.kinderfondsmama's.nl en dan word je daar donateur. We gaan weer terug naar de studio. Kim? Leona, dankjewel. Zometeen ziet u nog meer mooie verhalen van de Power Mama's in Zuid-Afrika. En u heeft nog een aantal hilarische candids van ons te goed. Wat doet Frans Duits als zijn caravan er uit zichzelf vandoor gaat? Wat is er nou aan de hand? Hij komt niet meer van zijn systeem af. Ja. Neemt de kleine Dex zijn vader enorm in de maling? En krijgt heel Holland bakmeester Robert van Beckhoven een lesje Chinese handelstradities? Dan gezicht. Dan hand, dan naam. Tot zo! Welkom terug bij Power Mama's. Het programma waarin bekende Nederlanders ontzettend in de maling worden genomen. Maar gelukkig wel voor een goede zaak. De mama's van Zuid-Afrika. Die duizenden kinderen dagelijks zorg kunnen geven als wij hen vanavond steunen. De tweede vader die ongelooflijk in de maling is genomen is zanger Frans Duits. En daar weten zij alles van. Mijn gasten op de bank Marloes, Jolanda, Wilhelmine en Alicia Duits. Welkom. Allereerst, wat zien jullie er prachtig uit, meiden. Dankjewel. Heel leuk dat jullie er zijn. En hoe was het om jullie vader in de maling te nemen? Ik wil er alles van weten. Nou, het was wel heel leuk. Omdat papa die doet soms een beetje geinig wel tegen ons. Ja. En toen mama eraan kwam van, zullen we daar meedoen? Want het is wel grappig, maar ook voor een goed doel. Dacht ik, het is wel grappig, maar ik ben blij dat dan de kinderen aandacht krijgen in Afrika. Zeker waar. En ik voel hieronder ook een beetje van, we konden eindelijk papa een keer terugpakken. Ja. Ja? Ja. 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 Ja, okay. Zullen we jullie vader erbij gaan halen? Ja, 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 ja. Goed. Niet langer wachten. Dames en heren, hier is Frans Duits. Welkom Frans. Ja, dankjewel. Je zal wel trots zijn op zo'n gezin, hè? Ik ben heel erg trots op mijn meiden. Absoluut. Snap ik, ja, snap ik helemaal. Nog steeds nadat je merkte dat ze jou ontzettend in de maling hadden genomen? Ik heb een paar momenten gehad dat ik zoiets had van, waar is mijn behangetje? Want we kunnen er mooi achter.
Maar nadat ik het doorhad dat het een grap was, toen werd ik weer een beetje wat koeler. Ja. Ja. We hebben die grap natuurlijk niet zomaar gedaan. We hebben dat gedaan voor kinderfondsmama's. Ja. De Zuid-Afrikaanse mama's, Frans, die vinden wat van jou. Oh, ben benieuwd. Kijk maar eens. Wow! Oh. Looks like a handsome guy. Oh, yeah. And I think you like to eat meat. Yeah. Geneva, you look like your ex. My ex-boyfriend. How old do you think he is? 52. Yeah! Oh. Hello, Frans. Bye-bye, Frans. What is that? Nou, 52, hou eens op, het is 38. En dat vind ik al. Dat vind ik al wat, zeg maar. Nee, maar ze vinden je heel knap. Ja, dat maakt het dan wel weer. Ja, ja. Vertel eens even wat over jouw grote trots. En dan heb ik het niet over je vrouw en je kinderen, maar over je caravan. Ja, mijn caravan, dat is wel een dingetje, zeg maar. Mijn caravan is wel echt mijn trots. En daar zitten allerlei lekkere mooie foefies op. En daar zit dan een mover op. En daar zit een auto steady op. En weet je, als ik dan zo'n nieuwe caravan mag kopen, dan wil ik hem ook zo vol mogelijk. En dan, als er iets niet werkt, dan ben ik als, nou, hoe moet ik het zeggen, dan ben ik niet blij. Nee. Maar netjes omschrijven. Die caravan was wel de aanleiding voor Marloes en jouw meiden om daar iets heel leuks mee te verzinnen. Mm-hmm. Dus hebben we jouw vriend en jouw caravanverkoper Jan, hebben een onderrondje mee geregeld. Een parkeerplaats langs de A2, politieauto's en agenten. En dan blijkt er, Frans, toch iets behoorlijk mis met jouw caravan. Ja. Voor Frans Duits is een gezin alles. Nou ja, bijna dan, want vandaag gaat hij nog een kindje ophalen. Zijn caravan van 9,20 meter mag eindelijk mee naar huis voor de winterstalling. Hij gaat haar ophalen bij goede vriend en caravandealer Jan. Ja, wil je thee? Ja. Dat die sleurhut zijn grote trots is, laat Frans graag nog even blijken bij Jan aan tafel. Wij stonden in Kroatië dan, en heel de camping en mensen van andere campings, hè, want dan heb je wat Nederlandse campings omheen, zeg maar. Ze komen allemaal kijken. Ja, maar dat heb ik ook wel gehoord, hoor. Aha, Frans. Dus iedereen kijkt altijd naar je als je met je caravan op stap bent? Mooi. Dan zullen wij even een verborgen cameraactie op poten zetten. Eens zien, wie doen er allemaal mee? Je vrouw Marloes en je dochters. Caravandealer Jan. En zijn zoon, Jan junior. We hebben wat politieagenten. Hé, hey, Kim Jan, blond staat ook leuk. Daar rijdt Frans nietsvermoedend op de A2 richting het zuiden des lands. En let op, 3, 2, 1. Daar is de politie. En wat doe je dan als bekende Nederlander? Tuurlijk, een vlog voor je fans maken. Mag dit wel? Of? Maar even zeilen. Nou, dan ga ik de caravan ophalen. En dan moet je de politie volgen. Nou, ben benieuwd. Nou, wij ook. Tot nu toe lijkt er niets aan de hand. Gewoon een politiecontrole. Als hij Kim Lian maar niet herkent. Een hele goede middag. Ja. Wij zijn bezig met een algemene verkeerscontrole. Ik ben in de gaten. Ik zie een bekend gezicht. Klopt. Wat leuk. Ja. Heeft u ook een rij- en kentekenwijs bij u? Zeker. Gezellig met de hele familie op stap. Ik heb de caravan opgehaald. We hebben net opgehaald in Purmerend. Ik ben er gewoon een beetje van slag dat ik het tegenkom. Ja. Rustig aan, er is niks aan. Nee, maar ik, ik zeg dan, ik weet niet of ik je je mag noemen. Natuurlijk, ja, ken ik jou heel lang, hè? Want ja, ik ben wel een beetje fan. Aha, een fan. Dus met die controle zit het vast wel snor. Toch, Frans? Even een selfie maken. Voor mij wel. Kijk, hartstikke mooi. Zij een selfie en ik kan vast snel weer doorrijden. Nou, verkeerd gedacht, Frans. Even één fotootje, dat kan toch wel? Professioneel. Ja, Frans, zo makkelijk kom jij niet vanaf. Ik heb het netjes gevraagd. De caravan moet gewogen worden. Maar hier zit niet een, hoe heet het op? Zo'n mover? Ja, maar als u die gebruikt, prima. Ach, natuurlijk, de mover. Dat technische snufje dat de caravan zelf laat rijden. De afstandsbediening hebben wij gegeven aan Jan junior. De afstandsbediening van Frans doet nada noppes niks meer. Bijna botsing. En Frans drukte toch echt op het achteruitknopje. Hoe kan dat nou? Nee, dat heeft te maken dat hij te lang zonder stroom heeft gestaan daar. Ja, maar dat doet hij toch helemaal niet? Ja, dan is die accu eens tegen het lege aan en dan gaat hij zijn eigen leven leiden. Een eigen leven? Die caravan doet precies wat wij willen, hoor. Het is alleen wat lastiger wegen. Maar hij is nog splinternieuw, toch, de caravan, of niet? Er is ook geen reserveaccu of iets. Ik weet niet hoe het werkt, maar... We zijn de beroerdste niet, Frans. We rijden hem wel weer een stukje naar voren.
Wat is er nou weer aan de hand? Hij komt niet meer van zijn systeem af. Hè? Er is stroom bestaan, dus die... Het gaat uit zichzelf. Nee. Ja, serieus. Ja, en als je tegen dat ding zegt, ga een stukje achteruit, zou die het doen? Nee, doet hij niet. Dat is het nou ja. Ik begin zelfs spontaan te rijden, dan haalt hem ook niet meer van mijn wiel af. Hij heeft te lang zonder stroom bestaan. Dames, auto in nu. En als we nou gewoon even duwen dan? Duwen? Nee joh, jouw superslimme caravan rijdt gewoon vanzelf achteruit. Nou doe ik niks. Oh. Accu is leeg. Ik heb gewoon zonder stroom bestaan. Dat is het hele eiwit. Oh, wat? Kloot? Sorry hoor. Ja, maar nou druk je nergens op. Nee, hij doet nu zelf spontaan wat. Dat kan ik niet. Wat gaat hij doen omdat hij geen stroom heeft? Ja, onze afstandsbediening doet het anders prima hoor. Ik ben ervoor gewaarschuwd. Maar... hij stopt ermee als je het stroom eraf haalt. Ja, als je het stekker eruit trekt, dan is de circuit niet meer rond. Maar ik heb nu te weinig stroom, dus ik krijg ook mijn move er niet meer vanaf. Oké, maar als we hem nou eens even op stroom zetten? Waarop? Waarmee? Dat weet ik veel. En dan begint het ook nog enorm te regenen. Donkere wolken pakken zich letterlijk en figuurlijk samen boven Frans. Want de politie vindt ook nog een verdacht pakketje. Ja, wat is dit? Hier zit geld in. Kijk. Wat is dat? Vind jij het, weet ik het. Nou, geld zo te zien. Koenen. Ja, hier onder de... Kroatië. Mooi. Kroatië. Frans begint nattigheid te voelen. Meneer. Wat is hier allemaal aan de hand? Schrikkelijk ben je. Lieve Frans, alles wat hier vandaag gebeurt, is wekenlang in het geniep in scène gezet. Elke politieagent die je ziet, elke auto, elke caravan zit in het complot. Ja, Frans. Hoe is het om dat terug te zien? Verschrikkelijk om terug te zien. Nou ja, ze hebben het wel netjes geknipt volgens mij. Want ik heb wel wat dingen geroepen, ook tegen die dames. Van, weg, er is een schoppel in je reet. Dus ja. Want normaal gesproken, als ze zeggen, joh, je moet even gewoon in de auto gaan zitten en we zijn rustig bezig. Dan doen ze dat ook netjes, maar nu dus niet. En dat ben ik helemaal niet gewend. Yeah. Nee, jullie waren echt heel veel olie op het vuur aan het gooien natuurlijk. Ik vind het een hele geslaagde grap en ontzettend tof dat jullie als familie daar aan mee wilden doen. Meiden, ontzettend bedankt. En ik zou eigenlijk het laatste woord aan jou willen geven, Marloes. Waarom vind jij dat we de Zuid-Afrikaanse mama's moeten steunen? De kinderen die beginnen natuurlijk al met een slechte start. Want die worden eigenlijk al afgestaan omdat de ouders niet voor ze kunnen zorgen. En die moeders daar, die zorgen in ieder geval dat die kinderen alsnog de juiste start krijgen. En die zorgen ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen zoals dat jij wil. Dat jouw kinderen zich kunnen ontwikkelen tot persoontjes die ze zelf mogen zijn. Heel mooi gezegd. Dankjewel. En bel daarom alsjeblieft 0800 1331 of ga naar onze website kinderfondsmama's.nl. Voor maar €5 kunt u al een kind een betere toekomst geven. Zoals bijvoorbeeld Nikki, die als 7-jarige in haar eentje voor haar oma zorgt. De beweging van mama's groeit. Overal in heel Zuid-Afrika staan steeds meer mama's op om de allerarmste kinderen te helpen met dagelijkse zorg. En dat is zo nodig. Want ernstige armoede is keihard voor kinderen. Kleine Nikki van 7 is zomaar één voorbeeld van de tienduizenden kinderen die nu hulp nodig hebben. Mijn naam is Nikki. Ik doe het alleen kon waka. Ik doe het alleen poppy waka. Ik doe het alleen 7 is. Ik kon waka alleen lekker maratatat. Nikki verloor haar moeder toen ze 2 maanden oud was. En sindsdien woont ze bij haar oma. Die zielsveel om haar geeft. Maar oma is ernstig ziek. Ze heeft AIDS. En Nikki zorgt nu voor haar. Want haar oma is alles wat ze nog heeft. Ja, cool, lekker cool. Maar de omtenen gaat haar ook cool ook gulen. Kwam de oile. Uniek. I'm going to go to the hospital.
Meisjes zoals Nikki hebben de liefdevolle zorg van de mama's keihard nodig. Met alles dat hen helpt om toch gezond en veilig groot te worden. Hun school af te maken en hun verdriet te verwerken. Steun daarom vanavond de mama's. Met maar €5 per maand kunnen zij één kind als Nikki onder hun hoede nemen. Ook als oma er straks niet meer is. If uThixo wathatha umphefumlo wam ezothi ngelinye ilanga akwazi ukuthi aneze ndibe ngumntu. Uyabona? Ja, na zo'n filmpje weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen. Dit is een typisch geval van een kind dat aangewezen is op de zorg van de mama's. En ze is niet alleen. Er zijn nog zoveel meer. En daarom hoop ik dat u belt. Wij zitten allemaal klaar voor uw telefoontje. Zoals bijvoorbeeld mijn collega ambassadeur van Kinderfonds Mama's, Nens. Nens, waarom vind jij dat de mensen zouden moeten bellen? Nou, weet je, ik heb zelf een kind, ik ben een mama. En het laatste wat je natuurlijk wil is dat jouw kind in zo'n situatie terechtkomt. Dat kan gewoon niet. Daar gebeurt het nou eenmaal, maar daar zijn gelukkig de mama's die alle liefde in hun hart hebben om die kinderen op te vangen. Alleen zij hebben de financiële middelen niet en die hebben wij dan weer wel. Ik ben al 10 jaar donateur en ik wil u aankijken om mij te steunen weer in het donateurschap. Dus bel me nu, ik zit er klaar voor. Super, dankjewel Nens, dankjewel. Wij hopen allemaal dat u donateur wordt vandaag voor €5 per maand. 0800-1331. Terug naar jou, Kim. Leona, dankjewel. Straks ziet u nog meer mooi werk van de Power Mama's in Zuid-Afrika. En ik beloof u nog een heel mooi huwelijk met Xander de Buissonnier. Tot zometeen. Een huwelijk waarin Xander zijn grote hits naar de knoppen hoort gaan. Hou me vast, hou me schouder. En wat overkomt heel Holland bakmeester Robert van Beckhoven tijdens hoog Chinees bezoek? Hé, wat is dat man? Wie doet dat? Ik kan het al, wat kan het al, wat? Tot zo! Welkom terug bij Power Mama's. We waren er net al getuigen van dat Kees van der Spek en Frans Duits genadeloos in het ootje zijn genomen door hun eigen families. En wat gingen ze er heerlijk in mee. En u heeft nog wat bekende vaders van ons te goed. Maar het is niet alleen maar lachen, gieren, brullen vanavond. Want we doen dit voor Kinderfonds Mama's. De mama's van Zuid-Afrika die ervoor zorgen dat duizenden kinderen dagelijks in hun basisbehoeften worden voorzien. Zoals eten, drinken, een slaapplek, schone kleding en heel belangrijk onderwijs. Maar dat wordt de mama soms ook te veel. We hebben haar al eerder gezien vanavond, mama Geneva. En het is ongelooflijk hoe zij de hoop levend houdt. We want to change the circumstances of these children and the destinies of all our children. And to make life a better place for them. Mama Geneva is een van de vele mama's die zich verspreidt over heel Zuid-Afrika met hart en ziel inzet voor de allerarmste kinderen. Elke dag weer in hun eigen gemeenschap. Maar soms is dat lood en lood zwaar. When I look into the eyes of these children, I saw pain, sadness. Seeing a child coming and there's no food anymore. Why didn't you attend the hospital? Because I didn't have money to go. Where do you sleep? I'm sleeping on the ground. Going away from the family, just knowing that you have to do something. They need to know that someone believes in him. And that all things are possible. Samen met de andere mama's gaat Geneva elke dag de sloppenwijken in. Op zoek naar kinderen die ook hun zorg nodig hebben. Want ontelbaar veel kinderen leven nog onopgemerkt in extreme armoede. Terwijl ze zonder hulp eigenlijk kansloos zijn. Wat is jouw naam? Ja, ik wil. Wat doen we daar in de school? I don't have any biological children, but I have a lot of other children. I do believe that children could feel the genuineness of a mama's heart. And that's the important part. I was born as a mama and I will die as a mama. We were there all the way and we're still gonna be there every step of the way.
We would change this whole community, this whole world, and make this a better place for each child. But to know that there's hope, and that we will make a difference in the lives of these children. The main thing is hope. There is hope. Ja, geweldig deze mama power. Een kind bevrijden uit de armoede is een enorme klus. En wat is het dan onmisbaar dat er zulke vrouwen zijn. Mama's die voor je opstaan en die je nooit meer loslaten. Steun hen alsjeblieft. Want voor maar €5 per maand kunnen de mama's één kwetsbaar kind weer zorg en toekomst geven. Bel daarom en word donateur van Kinderfonds Mama's. 0800-1331. Heel Holland Bakt jurylid Robert van Beckhoven is Nederlands bekendste patissier. Hij en zijn vrouw Perjo zijn al jarenlang donateur van Kinderfonds Mama's. Toen we Perjo vroegen om aan Power Mama's mee te doen, twijfelde ze geen seconde. Ze maakte Robert wijs dat er een heel belangrijke Chinese handelsdelegatie langs zou komen om zijn bakkersproducten naar het Verre Oosten te exporteren. In het Brabantse Oosterwijk, in de bakkerij van Robert, is het een drukte van belang. Alles wordt klaargemaakt voor de o zo belangrijke Chinese delegatie die langskomt met wellicht een miljoenendeal op zak. En uiteraard nemen wij weer alles op met de verborgen camera's. Wie zitten er allemaal in het complot? Bakker Brian, chocolatier Henry en patissier Rens, die al jaren voor Robert werken en die hij vertrouwt als zijn eigen kinderen. Verder tolk Hai Lin en de o zo belangrijke Chinese delegatie die Robert van Beckhoven in heel China groot kunnen maken. Een belangrijke afspraak dus, geregeld door vriend en zakenpartner Ranti en zijn eigen vrouw Perjo. 5 over 8 is het. Hij moest eens weten wat Perjo en zijn medewerkers allemaal voor hem bedacht hebben en dat iedereen zit mee te kijken. Dan hoeven we alleen nog even te wachten op de meester zelf. Daar is hij. Robert wordt door zijn vriend Ranti voorgesteld aan de tolk. En zij wil meteen even een belangrijk Chinees gebruik met Robert doornemen. Meneer Robert, even hier staan. Ik even voordoen. Er zijn zo meteen mannen komen. Allereerste keer Chinese mannen kijken nooit in gezicht. Maar u moet eerst knieën en gezicht klein beetje rechts, klein beetje. Dan uw hand geven en dan uw naam zeggen. Oké. Okay. Ja, u wil oefenen? Oké. Okay. Dus ik ben man, u aankomen. Klein beetje knieën, dan gezicht klein beetje legstaaien, dan hand geven en nou uw naam. Ik ben Robert. Ja, goed. Heel goed, Robert. Dat doen we nog eens. Ja, knieën. Nee, Robert, dit klopt niet. Nog een keer. Dan gezicht, dan hand, dan naam. Oké. Okay. Ja. Heel goed. Is goed, hè? Ja, okay. Tuurlijk. We doen dat ook allemaal. Alleen jullie twee. Okay. Te veel niet goed. Alleen belangrijke mensen met belangrijke mensen samen. Alleen voor belangrijke mensen. Hoor je dat, Robert? Onze meesterbakker krijgt er helemaal zin in. En dat is maar goed ook, want daar zul je de Chinezen hebben. Nou, Robert, zet je beste beentje voor. Ni hao, xinxin. Ni hao. Ni hao. Nou, dit is Robert. We komen. En niet verkeerd te buiken, hè? Ja, Robert. Helemaal goed. En nu geen missers maken, hè? Robert. Je hebt een klein cadeau voor haar. Oké. Oh, is cadeau, maar is voor mevrouw, maar moet via man. Dus man en mevrouw geven. Oké. Ik zie. Dank u wel. Dat vind je het van. Oh. U moet nu aantrekken, maar u kunt achter. Met liefde trekt Perjo dit prachtige gewaad aan. Wat ze vanmiddag zelf gekocht heeft. Ik ben zo terug. Dank je zo. Paatsel. Hij gehoort uw grote meester. Oké, ja. Ja, grote meester. Dus zijn heel benieuwd naar uw product. Ja. Ja. Nou, Robert, dit is je kans. Verkoop je brood. Het is een speciale Robert-brood. 对，这个是面包，这个是它的名字，就是萝卜名字。对。 Nu maar hopen dat de Chinezen je brood lusten. En wat ziet je vrouw er prachtig uit, hè? En zoals een oud Chinees gezegde luidt, als het brood kraakt in de morgen, volgt er een dag zonder zorgen.
Gunzetas. Ja, hij zegt, vindt het heel goed, goed gemaakt. Ja. Nou, over het brood geen zorgen dus. Maar zorg er wel voor dat je de aandacht van de Chinezen erbij houdt. Met zo min mogelijk grondstoffen. Nou, hou je ze poezen hun tot om van die minder. Alleen met graan en water. Tjus is jouw xiaomai, kun zwee. En een beetje zout. Hij heeft ietien yin. Deze met het gist, zeg maar, maken we zelf. Is dit nu hoe Chinezen aandachtig luisteren? Of is je uitleg zo slaapverwekkend? Hopelijk blijft de delegatie wel een beetje wakker na een huisgemaakte bonbon. Normaal gesproken lekker zacht. Alleen vandaag hebben we dankzij Henri de bonbons een beetje rubberachtig gemaakt. Er valt niet doorheen te kauwen. Althans, alleen niet door die van Robert dan. Eet smakelijk en sterkte. Taai hè, Robert. Een beetje alsof je op een vier seizoenen autoband kauwt. Als je deal hier maar niet op vastloopt. Heel lekker. So far, so good. En dan is het gebak aan de beurt. En daar hoort natuurlijk ook een speciaal Chinees ritueel bij. In China, voor je taart maken, je vinger helemaal midden naar beneden. En dan je verdelen met de vinger eerst en je proeven en dan snijden. Want u moet zeggen, het is lekker. Dan moet ik met mijn vinger hier in de taart? Hier, helemaal midden hier, helemaal diep naar beneden. Yeah. En dan in hun laten zien en dan u proeven en u zegt lekker en dan geven. Ah, okay. Ja. Ja, zo. Ik vind het heel lekker. Ja, en dan u proeven en dan naar kijken en u zegt lekker en dan proeven en dan geven. Hatsu. U vraagt, ze vragen lekker? Lekker. Ja, hatsu, hatsu. Tuurlijk is het lekker. Met deze taart is namelijk niets aan de hand. Dus dat smaakt naar meer. Maar het recept van de tweede taart is behoorlijk aangepast door patissier Rens. Die namelijk de suiker heeft vervangen voor zout. Heel veel zout. Eens kijken of Robert zijn gezicht nu ook nog in de plooi weet te houden. Ja, helemaal door. En dan zij kan zien, u heeft beloofd, lekker. En dan zij kunnen ook eten. Wauw, inderdaad. Een gepekelde haring is er niets bij. Maar blijf denken aan die miljoenendeal, Robert. Robert peuzelt onverstoorbaar het zoute gebak op. En net als hij denkt dat het niet erger kan... Oh nee, Robert ziet in één klap zijn Chinese avontuur als sneeuw voor de zon verdwijnen. Net als de delegatie die natuurlijk geen brood meer ziet in een eventuele samenwerking en direct wil vertrekken. Red wat er nog te redden valt, Robert. Als ze dan toch weglopen, niet met slagroom op hun schoenen. Oh, sorry Robert. We hebben het allemaal gedaan voor kindervondsmama's en we hopen dat jullie allemaal donateur worden vanavond. Dus doen! Oh, Robert. Daar ging je miljoenendeal. Hoe teleurgesteld was je? Ik trap er nooit in, maar ongelooflijk. Ja, hè? Met beide benen, helemaal. Ik ging er helemaal voor. Met boter en suiker. Boter en suiker. Zout, ja. In dit geval. Ja, heel veel zout. Dat zoute taart was echt zout, hoor. Ik denk, ja, maar hun zei allemaal lekker, lekker. Ik denk, nou ja, het zal wel, we gaan ervoor. En Pierre, hoe was het voor jou om Robert in de maling te nemen? Maakte me vooral heel veel zorgen om het feit dat hij misschien zo teleurgesteld zou zijn dat hij niet naar China komt. Tuurlijk, ja. Ik weet dat Robert heel goed tegen een grapje kan. Dus ik denk, nou, dat zal wel goed zitten. Maar wat als die denkt, oh nee, ik had zo graag gewild. Dus, maar wat niet is, kan nog komen, Robert. Dat zeggen juist mensen die zo vertrouwd altijd, die nooit in zijn voor, wij spreken zo'n grapje. Nee. Ja, die vertrouw je dan en dan ga je ervoor. Ja, en dan heb je het natuurlijk ook over hen, hè. Nou, die pakken ze van, jongens, wat hebben jullie dat goed gedaan? Mag ik daar ook even naar kijken? Fantastisch. Heerlijk. Robert, wij vonden het heel leuk om ook de mama's in Zuid-Afrika even met jou kennis te laten maken door middel van een foto.
His name is like Robert. Robert. And the age? I think around about late 50s. 70s. I think he's pranking her a lot. So now? He deserves this. Yes. Okay, Roberto. Here you go. Robert. Klein beetje zaten ze ernaast, hè, met de leeftijd. Ja, dat denk ik wel, ja. kunnen jullie ons vertellen waarom jullie eigenlijk besloten destijds om donateur te worden van Kinderfonds Mama's? Ja, volgens mij is er vanavond al zoveel gezegd. Ik denk dat de filmpjes voor zich spreken. Het is zo hard nodig. En die dames, die mama's doen het zo vanuit hun hart. Ja, volgens mij kan je bijna niet op een mooiere manier deze zorg verlenen als wanneer het recht uit je hart komt. Ja. En voor de rest sluit ik me vooral echt aan bij alle andere power mama's die het al zo mooi verwoord hebben. Ja, nou jij bent ook een power mama. Hoe jij het voor elkaar hebt gekregen om deze man in de maling te nemen. Ontzettend bedankt. Robert, ik hoop dat die miljoenen deal ooit komt hoor met die Chinezen, toch? Wat in een goed pad zit. Dank jullie wel. Tijdens mijn reis door Zuid-Afrika kwam ik veel prachtige projecten tegen waar de mama's het al fantastisch doen. En een van de activiteiten van de mama's is de Soup Kitchen. Een simpele, maar o zo doeltreffende manier om maar liefst 2000 kinderen per dag tenminste één stevige, gezonde maaltijd te geven. Onze steun aan de mama's is vanavond keihard nodig. En dat blijkt opnieuw als ik de mama's help met het uitdelen van de dagelijkse maaltijden. Is de bakkie is dit? Is de bakkie is dit? Ja, bakkie. Rijen met hongerige kindjes staan klaar voor hun enige gezonde maaltijd van de dag. Totale gekkenhuis. Iedere dag komen hier dus zo'n 2000 kinderen iedere dag hier op alle soup points in deze area om die kinderen eten te geven. Alsjeblieft, jouw bakkie. Maar na een half uur uitdelen is al het eten op. Geneva, I see the it's getting finished the food, so, but there are still many children. So what do we do? And this is the need. What are we in? There's no more. There's no more. This is only which we could cook for the day. Yes. So we have to say no to the rest. And this is the sad thing we have to say, but the food is not enough. Dan moet je dus nu nee gaan verkopen aan een hele rij met kinderen die met een bordje in hun handen staan. Ja, moet je voorstellen dat je zo'n kindje bent. Hè? Dan sta je al heel lang in de rij te wachten. Je hebt honger, je hebt echt honger en je kunt geen eten kopen. Je buurjongen, je buurmeisje krijgen allemaal een bakje gevuld en dan kom jij aan en dan is die pan gewoon leeg. Dan heb je gewoon dikke vette pech. Zo hard is het. Weet je, aan liefde geen gebrek bij deze powermama's. Ze willen aan alle kanten, uit elke vezel van hun lichaam, willen ze liefde geven aan die kinderen. Maar geld is het probleem. Er is nog niet genoeg geld, want er zijn nog veel kinderen die geholpen moeten worden. Dus alsjeblieft, laat hen de kinderen helpen. Steun ze. Nou, ik zag op een gegeven moment nog een klein laatste aangekoekt restje aan die pan zitten. En ik dacht, ja, dat als je honger hebt, dan wil je dat ook eten. En dat is ook zo. Dus ik heb het eraf geschraapt. En het was weg voordat ik het... Ik weet niet eens of ik het heb gegeven. Het was gewoon weg. Ik zag alleen maar handjes. Handjes die eten graaien. Nou, ik heb echt nog nooit in mijn leven zoiets vreselijks moeten doen. Dat je dus moet weglopen van hongerige kindjes, omdat je pan leeg is. Powermama's geven in heel Zuid-Afrika al meer dan 18.000 kinderen dagelijks te eten. Maar je ziet, het is nog steeds niet genoeg. Er zijn nog heel veel kinderen die eten nodig hebben. Ja, en als dat eten dan op is, dan breekt je hart. En tegelijkertijd is dit de dagelijkse praktijk van al deze mama's. Ze zouden zoveel meer kunnen doen als ze meer geld zouden hebben. En daarom hoop ik dat u belt. Nu, alstublieft, 0800-1331. Leona, hoe is het bij jou? Ik sta hier met Frits Strietman, de directeur van Kinderfonds Mama's. Frits, als jij dit ziet, waar denk jij dan aan? Dat het vreselijk is. Dat het nooit went. Dat het ook helemaal niet mag, dat kinderen zo jong niet te eten hebben. Dat honger hun energie weghaalt, dat ze ziek worden, dat ze op school uitvallen. Dat er zelfs niet gewoon één bordje eten per dag thuis is. En dan ga je in die rij staan en dan is het nog op ook. Weet je, dat kan echt niet. Wij hebben die mama's gevraagd die dat project doen, want dit is hun eerste activiteit in dat wijkje, om een plan te maken. En we hebben ze kunnen beloven dat als het nou vanavond goed gaat, dat we dat plan met ze gaan doen.
Zij gaan het doen, wij kunnen het dan namens onze donateurs betalen. En dan heb je het over kleuterklasjes, veilige plekken. Dan heb je het over naschoolse opvang. Dan heb je het over een veel groter voedselprogramma. Dan heb je het over al die dingen die kinderen helpt om groot te worden en hun school af te maken. Want als je in Zuid-Afrika je school afmaakt en je hebt je diploma, dan heb je een kans. Goed. En Nelson Mandela heeft ooit wat gezegd over armoedebestrijding. Wat zei hij precies? Nou ja, dat is ons motto. Hij zegt, kinderen uit de armoede redden is nooit liefdadigheid, is nooit voor het goede gevoel. Maar het is rechtvaardigheid. Kinderen hebben recht op zorg. En het goede daarvan is dat ik denk dat Nederland dat begrijpt. Laten we ons zelfs niks wijsmaken. De overgrote meerderheid van Nederland snapt dat delen belangrijk is als de een niks heeft en de ander alles. Ja, daar gaat het om inderdaad. En jij doet alle donateurs 4 beloftes. Wat zijn die 4 beloftes precies? Ja, dat vinden we superbelangrijk. 1 is, wij zullen altijd de mama's vragen hoe zij het geld het beste willen besteden. We zijn heel dom als wij denken dat wij dat kunnen. Zij moeten dat doen. 2, wij zullen altijd namens onze donateurs heel goed opletten dat het geld goed besteed wordt. 3, wij zullen altijd een klein clubje in Nederland blijven. 7, 8, misschien 9 mensen, maar meer niet, want het echte werk gebeurt daar. En het laatste is, wij zijn zo blij met wat iemand ons toezegt. Of dat nou 5 euro is of 10 euro of wat dan ook. Dat we zullen nooit, nooit, nooit vragen om een verhoging van de bijdrage van onze donateurs. Die 4 beloftes doen wij. Super, nou duidelijke taal. Dankjewel Frits. En vandaar zijn wij zo trots om u te kunnen vragen. Word donateur 0800-1331. Doen. Leona, dankjewel. Heel veel succes nog daar. En zometeen na de break laat ik u nog een paar mooie verhalen zien van de powermamas in Zuid-Afrika. En vergeet niet hè, dat bizarre huwelijk met Xander de Buissonnier. Mis het niet. Tot zo. Hoe sterk houdt Xander zich bij een huwelijk waar van alles misgaat? En waar zijn eigen vrouw en zoontje achter de knoppen zitten? Tot zo. Welkom terug op deze bijzondere avond. Allemaal voor die sterke vrouwen in Zuid-Afrika die zulk prachtig werk doen en duizenden kinderen redden. De mama's. Ons vierde Candid slachtoffer is naast een fantastisch zanger sinds kort ook huwelijksambtenaar. Hier is, dames en heren, Xander de Buissonnier samen met zijn zoon Dex. Yes, ma'am. Dank je wel. Goed, welkom. Oh, jongens, wat ontzettend leuk dat jullie er zijn. Ja. Toch dat jij er ook bent, Dex. Supercool. En je trui past ook heel mooi bij de bank. Dat ziet er mooi uit. Maar eigenlijk zouden jullie met z'n vieren hier zijn vanavond, toch? Ja, we hebben een enorme zieke boeg. Hè? Ja. Jij bent volgens mij de fitste van het stel. Ja. Hè, liefje? Ja, dat is wel jammer. Onze powermama, want dat is ze echt. Sophie, die is thuis en die zorgt ook een beetje voor onze kleine baby. Maar goed, wij konden lekker komen. Het was veel te belangrijk om hier te zijn. Nou, ik ben blij dat jullie er zijn. En ik weet zeker dat Sophie zit te kijken. Dus vanaf de bank, beterschap, Sophie. En deze heren gaan het klusje wel even klaren. Hoe was het om je vader in de maling te nemen, Dex? Het was heel leuk omdat er viel een champagnetoren om en ik mocht hem ook de confetti af laten schieten. Hoe leuk is dat? Ik schrok me kapot. Echt. We gaan er straks allemaal zien wat er gebeurt bij dat bizarre huwelijk wat jij aan het voltrekken bent. Voordat we dat gaan doen, gaan we even naar Afrika. Want we hebben natuurlijk die gezellige powermamas gevraagd. Kijk eens dames, dit is onze Nederlandse Xander de Buissonnier. Oh my god. Stephanie, what do you think? He's sexy? Oh. A wrestler? No. No, I don't think he can put up one thing in gym. No. I definitely want to be in his calendar. Me too. Me also. All of us. I think he do modeling for nightclubs in the evening. No. Xander, you are a real power papa. Greetings from the power mama. What is that now? What is that now?
Nou, dat kan je ook altijd nog erbij doen. Een beetje modellenwerk voor nachtclubs. Hè? Tuurlijk, als je die tuurlijk. Film. Alsof je nog niet druk genoeg hebt, want na zanger ben je ook babs. Ja, dat klopt. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Wat vind je daar het allerleukste aan om te doen? Nou ja, normaal gesproken als artiest moet je proberen, althans vind ik, om het publiek aan je te verbinden. Ja. En ja, dat is altijd al heel leuk, maar nu mag je mensen in de echt met elkaar verbinden. En dat is zo mooi. Ik had het echt veel eerder moeten doen. Ja? Ja, het is heel erg spannend, want je staat er natuurlijk niet voor jezelf. Maar en je hebt een voorgesprek en je bent er echt voor hun. Maar op een gegeven moment is dat moment dat je moet gaan trouwen. En nou, toen ik dat voor de eerste keer deed, vond ik het echt wel heel spannend hoor. Ik was echt heel nerveus. Ja, daar kan ik me echt iets bij voorstellen, want het is de dag van hun leven. Jij wil het gewoon eigenlijk niet... Ja, niet verpest. Nee, als je voor jezelf op het podium staat, maakt niet uit als je een foutje maakt. Want dan maak je het foutje voor jezelf. Ja. Maar nu moet je er voor hun zijn. En als je dan een fout maakt, dan denk je, oh my god, weet je, je moet het zo goed mogelijk proberen te doen. Ja, zeker. Je hebt maar één kant. Ik zo zeggen. Nou, Sophie en Dex wilden wel eens weten hoe Xander reageert als er bij een huwelijksinzegening van alles misgaat. Dus hebben ze binnen een week een compleet nep huwelijk geregeld. Nu moest alleen Babs Dirk Zeelenberg ervoor zorgen dat Xander hem op het laatste moment zou vervangen. Kijk maar mee. Ik ga Xander de Bissonnier bellen en vragen of hij een klus van mij, een trouwerij, wil overnemen op 8 december. Een trouwerij zal ik nooit, zou ik dat afzeggen, maar werkelijk nooit. Oh, spannend dit. Hallo, dit is Xander. Voor zakelijke dingen bel met 088-14. 8 december. Hey, Xander, je spreekt met Dirk Zeelenberg. Hey, Dirk, jongen. Hoe is het? Kan jij voor mij een huwelijk overnemen op 8 december om 2:00 in het midden van Nederland? Als ik jou ermee uit de brand kan helpen, dan doe ik het voor jou dan. Wil je dat doen? Ja, ik doe het. Dat komt goed. Dat vind ik helemaal top. Onwijs bedankt. Nou, top. Dankjewel, hè. Oké, Dirk, top. Geniet Doeg. Daar. Hij doet het. Zo, de eerste stap is gezet. Xander neemt het huwelijk over van Dirk. En als Xander aan de slag gaat als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, wil hij natuurlijk ook graag even kennis maken met het aanstaande bruidspaar. Wat hij niet weet is dat dit ook de eerste ontmoeting is van onze twee acteurs. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Net na de ringen, dus net na het ja-woord. Is er iets met de confetti? Knap, toch? Ja, dat gaat allemaal automatisch. Het is niet zo'n plopper, zeg maar. Het is echt een knop. Als Xander nog even alleen met de bruid zit, heeft ze nog een leuk nieuwtje voor hem. Ja, ik ben ook zwanger. Oh, dus, gefeliciteerd. Ja, thanks. Ja. Alleen, we hebben nog niet aan de familie verteld, maar dat gaan we dit weekend doen. Dus dat mag ook wel benoemd worden in de speech. Ja, Xander, benoem die zwangerschap vooral in je speech. Als de bruid nu maar niet vergeet om voor het huwelijk haar ouders in te lichten. Ja, niet vergeten. Oh, en deze twee mensen hadden elkaar nog nooit eerder gezien. Had je daar nou helemaal niets door? Nee, zeker niet. Helemaal niet. Want je verwacht het ook niet. En ik ben echt iemand, ik heb een beetje ADD. En ik kan heel goed in een superfocus gaan, maar ik kan vooral niet veel dingen tegelijk doen. Dus ik concentreer me dan volledig op dat ene ding wat ik moet doen. Nou, dan kan je mij echt, ze hadden nog veel verder kunnen gaan misschien wel. Goed, Dex, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Hoe is jouw vader nou als hij zo'n huwelijk moet voorbereiden? Merk jij daar dan iets van? Hij is altijd heel zenuwachtig. En soms vind ik dat hij wel een beetje trilt. Ja? Oh! Ja. We gaan dat huwelijk waar alles hopeloos misgaat zo meteen zien. Maar eerst gaan we even kijken naar een ontzettend lieve moeder in Zuid-Afrika die zo graag wil dat haar kind de hulp en zorg krijgt die hij verdient. Voor kinderen als Manali doen we het vanavond allemaal. Opgroeien in extreme armoede. Het is de slechtst denkbare start voor een kind. Maar wat als je ook nog eens gehandicapt bent? Dat is het verhaal van Manali. Mijn naam is Manali, ik ben 7 jaar oud. Ik ben in deze. In dit bij elkaar geraapte huisje woont Manali samen met zijn moeder. Toen hij 1 jaar was, kreeg hij hersenvliesontsteking. Sindsdien is hij gehandicapt. Hij heeft hersenschade en kan niet goed lopen. Maar elke vorm van hulp ontbreekt. Je kan die spieltjes aan kunnen spelen. Je kan niet lopen, nee. Maar mijn schoentje aan kunnen.
every morning, Manali is telling me, Mama, when I go to school, Mama, take me to school. I say, there comes a time when Mama take you on your hand and say, Manali, this the day, go to school. Ik ga niet naar school toe. Ik kan niet school toe. Gewone scholen weten geen raad met een kind als Manali. Speciaal onderwijs is ver weg en vervoer onbetaalbaar. Dus zwerft Manali maar wat rond door de Sloppenwijk. Ik kan wel spelen elke dag samen. When I see other children playing there and he's alone there, I go and fix him and I go home and I play with him. Mama, over my. I love him very much. I'm proud of him, very proud. I want just to help with him. Mama gives me elke dag een dankje. Dat ik niet voor hem een rechte leven kan geven. En ik kan niet helpen. Ik moet maar mijn eigen voor hem zorgen alleen. En juist daarom zetten de mama's nu zoveel mogelijk kleine centra op. Waar kinderen als Manali welkom zijn. Waar ze onderwijs krijgen en elke dag verzorgd worden. Heel graag willen ze ook zo'n centrum in de Sloppenwijk van Manali opzetten. Maar dat kost geld. En daarom willen wij jou vragen, steun de mama's. Want met jouw 5 euro per maand kan een prachtig ventje als Manali de zorg krijgen die hij zo hard nodig heeft. Tja, hier valt natuurlijk helemaal niets aan toe te voegen. Vooral kinderen met een beperking hebben het zo slecht in de armoede van Zuid-Afrika. Gelukkig hebben ze bij de mama's daarom een streepje voor. Voor maar 5 euro per maand kunnen de mama's kinderen zoals Manali de zorg geven die zij verdienen. Dus bel snel alstublieft 0800 1331 of ga naar onze website www.kinderfondsmama's.nl en word donateur. Dank jullie wel. Leona, dank je wel. Sander, we gaan eens kijken naar hoe jij je als Babs staande houdt tijdens de huwelijksvoltrekking van Pauline en Martijn met achter de knoppen je eigen Sophie en Dex. En dit is de locatie waar Xander vandaag een huwelijk zal gaan voltrekken. Althans, dat denkt hij. Je ziet er echt mooi uit, jij. Ja, dankjewel. Ja, het ziet er prachtig uit. Ik zou mijn vrouw, die is dol op trouwen, ik zou het gewoon heel mooi vinden. Ja. Tuurlijk vindt jouw vrouw het mooi, Xander. Zij heeft namelijk deze hele bruiloft met je zoons georganiseerd. Oh, kijk, ze komt net binnen. Samen met Dex. En niet alleen zij zitten in het complot, maar ook je manager Dionne. Het bruidspaar, een ceremoniemeester, de tante van de bruidegom, een onhandige serveerster en een schoonmoeder die je niemand toewenst. Nou, ik wil nog even één ding met jou bespreken. Want er is namelijk een kleine verandering. De tante van Martijn wil heel graag een nummer zingen. Oh, ja. Welk nummer? Nou, dat moet ik even aan haar vragen, dat kwam al net een beetje tussendoor. Maar welk nummer? Dat woord zal voor Xander een verrassing blijven. Dat komt ons namelijk beter uit. De laatste voorbereidingen worden getroffen om Xander eens goed te pakken te nemen. Terwijl de gasten, onze acteurs, binnendruppelen, speelt Xander alvast warm. Als je Xander boekt als Babs, wordt je huwelijk natuurlijk ook muzikaal aangekleed. Ik zocht een hart van goud en dat heb ik nu gevonden. En kijk me aan, zeg ja. De sfeer zit er al goed in. Tijd voor Dex om te kijken of hij de boel een beetje kan verstieren. Mijn naam is Sandra Vizier. En aan mij de enorme eer om vandaag jullie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te zijn van de gemeente Bunnik. Dan mag jullie gaan trouwen. Super. Maar eerst wil ik iedereen natuurlijk heel hartelijk welkom heten op deze wonderschone locatie. Dat werkt dus niet. Xander gaat stug door. Tijd voor zwaarder geschut. Welkom ouders. Welkom getuigen. En dan nu een onaangekondigde gezinsuitbreiding. Een heel bijzonder welkom, want jullie zijn hier vandaag niet. Sorry,
Ja. Sorry, mam. Ja, ik wil het eigenlijk vorig weekend vertellen. Maar ja, wij zijn zwanger. Oh, ja. Dat nieuws lijkt goed opgepakt te worden, maar of dat echt zo is... Maar wij waren de laatste. Mooi, toch? Wij zijn... Zij wisten het al. Jullie wisten het al? Ja. Oké. Zij wisten het. Je moeder als laatste inlichten? Niet echt handig. Zeker niet als juist zij degene is die nu een speech moet geven. Lieve Pauline en Martijn. Wat bijzonder om het huwelijk van je enigst kind te staan. Al had ik wel graag gehad dat je op een normale manier verteld had dat ik oma zou worden. Als klein meisje was Pauline iemand die graag in de belangstelling stond. Daarom vond ik Martijn een verrassende keuze. Hij kwam op mij over als een stille, wat onzekere jongen. Bij deze wil ik dan alleen maar zeggen, lieve Pauline, ik hoop dat je heel gelukkig wordt met onze nieuwe schoonzoon Martijn. En daar gaat de sfeer. Dat wordt nog hard werk, Xander. Oh, wat heerlijk. Oh. Jouw hoofd is goud. Ik ben ook echt zo'n overdreven positief. Ja, je moet er wat van blijven. Moeilijk om naar mezelf te kijken. Ach, vind ik echt knap, hoor. Hoe gaat dit straks allemaal aflopen? Weet Xander zich hieruit te redden? Nu, u gaat het allemaal zien. En natuurlijk ook nog een hele mooie grande finale zo meteen. Dus blijf bij ons. Tot zo. Want zometeen het vervolg van deze bijzondere huwelijksvoltrekking. Dat ik van jou... Volledig in scène gezet door zijn eigen Sophie en zoontje Dex. Tot zo! Welkom terug. U kijkt naar Power Mama's. We zagen voor de break dat Xander de Bruissonnier in een lastig parket zit tijdens een huwelijksvoltrekking. Stiekem achter de schermen georganiseerd voor deze avond door zijn eigen Sophie en zijn zoon Dex. Dan hebben we nog een hele speciale verrassing. Zeker een speciale verrassing. Want na een schoonmoeder die de bruidegom afmaakt, gaat zijn tante dat nu doen met één van jouw hits, Xander. Hou je vast. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon weer schijnt. Lach, Xander. Blijven lachen. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van jou hou me vast. Hou me schouders. Hou me vast. Streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. Bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Misschien kun je het nog redden door er een duetje van te maken. Oh, dit was fijn, hè? Ja, het was een heel kort stukje. En ik wist oprecht niet dat ze dit liedje ging doen, anders had ik het voor je met je meegespeeld. Xander lijkt onvermoeibaar door te gaan. Hoog tijd dus dat Dex en Sophie weer in actie komen. Lieve Pauline en Martijn, we zitten hier precies op de dag af, een jaar na de eerste date. Ging je nou per ongeluk op het knopje staan? Want... Ach, die arme man deed helemaal niks. Het is bijna zover. Maar ondanks alle obstakels lijkt Xander dan eindelijk aan het jawoord toegekomen te zijn. Maar Dex heeft nog één laatste verrassing. Attentie voor het champagnetoren en... Als er iemand is... Ja!
Ja. Tijd voor Sophie en Dex om Xander uit zijn lijden te verlossen op deze toch wel vreemde bruiloft. Word je niet een beetje gek moe? Voor het programma Power Mama's. En met deze grap hebben we aandacht gevraagd voor Kinderfonds Mama's. Nou, ik vind het top. Ja. Fantastisch. Durf jij nog wel huwelijk te voltrekken na dit... Nou, nu wel weer. Het zal toch niet twee keer gebeuren? You never know. Oh, wat bewonder ik jouw positiviteit. Valt die hele toren met glazen om, scherven brengen gelukkig. Ja, maar stel dat het nou echt... Ik dacht op een gegeven moment, ik moet maar gewoon blijven staan en proberen er een draai aan te geven. Maar zij zaten alleen maar... Oh, oh. Heet het zo? Ik denk, oh, gaat helemaal niet goed. Ik denk, willen ze niet meer. Hey Dex, grote box. Respect hoe jij dit samen met je moeder hebt gedaan. En Xander, bedankt. Bedankt dat je mee wilde doen. Heel erg tof. Heel mooi om die inzet voor de Power Mama's te zien. En we zijn allemaal ontzettend benieuwd hoe het gaat bij het belteam, waar onze vrijwilligers vol energie met een heel team uw gratis telefoontje heel hartelijk willen ontvangen. Dus Leona, vertel het ons. Ja, Kim, het gaat hier waanzinnig. Er zijn zoveel lieve mensen, zoveel mooie wensen voor de mama's. En zoveel bereidheid om te delen. En dat is zo prachtig om te zien. Dank u wel, lieve mensen. De lijnen blijven open, dus blijft u bellen. Degenen die al hebben gebeld, dank daarvoor. Degenen die nog niet hebben gebeld, stelt u het niet uit. Er is niets prachtigers om te doen op zo de één na laatste dag van 2017. Als u er niet doorheen komt, dan kunt u gerust uw nummer achterlaten. Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Of we hebben natuurlijk ook altijd de website www.kinderfondsmama's.nl om donateur te worden. Doen! Wat fijn! Wat ontzettend fijn dat u zo massaal belt. Dat is echt fantastisch. Soms maak je een ontmoeting mee die je leven lang nooit meer zult vergeten. En dat overkwam mij toen ik de twee broertjes Sean Lee van 9 en Brandon van 6 ontmoette. Eerder vanavond zag ik hoe de mama's elke dag duizenden kwetsbare kinderen helpen. Maar vandaag neemt mama Genie van me mee door de Sloppenwijk. Hier wil je als kind niet geboren worden. Jezus. What is the garbage? Okay, Kim, this is the life here for the children in South Africa. Children are exposed to extreme poverty, and a lot of children here is not attending school, and some of them are here picking up stuff. De hele dag plastic en glas verzamelen. Het is de dagelijkse realiteit van duizenden kinderen. Zoals deze twee broertjes, Sean Lee en Brandon. Ik ben Kim. Vertel mij waarom jullie dit doen. We gaan punten krijgen. Punten krijgen. En wat kan je met punten doen? Koekjes kopen? Koekjes. Ja. In kimbis. In pap. Pap? En hoeveel punten heb je nodig voor één koekje? 5,5. Maar Sean Lee en Brandon doen dit niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun mama, kleine broertje en baby zusje. Ons is baie lief om met hulle te wees en ons mooi aan hulle kyk. Het is ongelooflijk om te zien hoeveel verantwoordelijkheid deze broertjes nu al nemen. Maar als ik ze meehelp, voel ik pas echt wat deze jongens elke dag doorstaan voor een beetje eten. Oh, godver. Oh, wat sorry hoor. Oh, waar sta ik in? Dit is zo smerig. Ik vind het zo erg, want ze lopen er gewoon in met hun blote voeten. En ik ga hier gewoon zowat over mijn nek met mijn glittersneakers. Wat gebeurt er als jullie dit niet doen?
Afrikaanse kossie. En ja, je ziet daar slapen zonder kossie. Slapen zonder kossie. En als ik ze vraag naar hun diepste wens, krijg ik een onthutsend antwoord. Jongens, wat zouden jullie willen wensen? Bloemen. Van je moeder bloemen? Pizza. Pizza. Oh, ja. Dat is een goede wens. Heb je wel eens pizza gegeten? Nooit? Dat is als je één wens mag doen, dat dan een stukje pizza het allermooiste is wat je kan wensen. Een stukje pizza en stom een beetje bloemen. Nee, ik wil niet dat die kinderen dus zien dat ik hou, want het slaat helemaal. You know, this is the reality. Yes. And it's just, you know it's there, but when you see it, it's so confronting, you know? And this is, we need to do something. Yes. We definitely need to do something. Yes, we do. Die lieve Sean Lee en Brandon, twee jongetjes die een onuitwisbare indruk op mij hebben achtergelaten. Ik zal ze echt nooit, nooit vergeten. En ik ben zielsgelukkig dat ik u nu kan vertellen dat de dag na mijn ontmoeting met deze jongens, de Powermama's zich hebben ontfermd over deze boys. En zij krijgen dan ook vanaf vandaag iedere dag gezond eten en onderwijs. Dat is toch fantastisch, dames en heren? Ja, daar word je zo gelukkig van. Maar we moeten wel heel realistisch zijn. Er zijn natuurlijk nog duizenden van dit soort jochies en van dit soort schrijnende verhalen. Mama's zijn er genoeg, maar deze zorg kost geld. En zonder onze bescheiden steun zijn de mama's nergens. En daarom vraag ik u uit het diepst van mijn hart, alstublieft help. Bel 0800-1331. Lieve Leona, kom erbij, want wat is dit een fantastisch mooie avond geworden. Fantastisch. Heerlijk. Fantastisch. Ja. Full power voor de mama's. Zeker. En ik vind het fantastisch. Wij gaan nu eigenlijk de beste ode die we konden verzinnen aan de mama's brengen. Samen met Babette Labai Choir. The wind beneath my wings. It must have been cold there in my shadow. To never have sunlight on your face. You were content to let me shine, that's your way. You always walked one step behind. Did you ever know that you're my hero? Naar Zuid-Afrika en de ontmoeting met de mama's was een onvergetelijke reis. En ik zal het nooit, nooit, nooit vergeten en altijd koesteren. Zoveel liefde en zoveel mama-power. Nelson Mandela zei het, alle kinderen zijn onze kinderen. En daar heeft u vanavond zo prachtig ja op gezegd. Een beter begin van 2018, ik kan het me niet voorstellen. Steun de mama's, blijf bellen. 0800-1331. En namens hen ontzettend bedankt.